staan op dit moment in de keuken in huis Emma, want zo heet het huis officieel. Ik heb geen handschoenen aan, Rudo. Er is namelijk net een soort van opgeruimd en volgens mij ook half schoongemaakt. Ik raak gewoon niks aan, heb ik besloten. Zo simpel is het. Gijs en Laurens, de koelkast mag wat mij betreft open. En ik wil natuurlijk houdbare producten, hè? Wat hebben we? Eens kijken. Trek jij er iets uit, Gijs? We hebben tomatensoep. Ja. Top. Die nemen we mee. Tomatensoep. Hartstikke fijn. Zet even daar neer wat hebben. Knoflooksaus. Ja, knoflooksaus. Is die nog dicht? Ja, die is nog dicht. Even checken of die ook echt dicht is. Want ja, hij is hartstikke dicht. Kan ook mee. Wat heb ik nog meer? Taart en fruit. Kerstensmaak. Oh, hartstikke goed. Groente en fruit in blik hebben we zeker nog nodig. Dus dat komt heel mooi uit. Wat hebben we nog meer, mannen? Ik denk dat nog alles. Dit was het. Hier nog wel wat. Dit was het? Nee, we hebben hier nog wel wat. Ja, we hebben nog een voorraadkast. We hebben nog een voorraadkast. Kom op, daar moet nog iets meer uit kunnen komen. Boerengroentesoep? Ja, top. Neem ik ook mee. Hoppakee. Die mannen hebben vanavond niks meer te eten. Kaasfondue? Kaasfondue, is dat lang houdbaar? Volgens mij wel, hè? Moet het gekoeld blijven? Nee, jullie hebben het ook niet gekoeld. Ik neem het ook mee. Zo. Poedersuiker? Is die dicht? Nee, is open. Nee, is open. Kan niet. Oh, ik zie daar wat. Ja. Mag dat? Ja, natuurlijk, joh. Eentje. Hier, keizersmarren, ook nog. Waarom mag ik er maar eentje, Gijs? Ja, die zijn speciaal door mijn oma uit Oostenrijk meegenomen. Kan ik haar niet aandoen die allemaal weg te geven? Maar eentje mag wel, hè? Oké, dan hebben we dat ook. Chocoladeletter M. Chocoladeletter, ja. Is kom. Dat wel houdbaar? Dit is een... Is het een, volgens mij is het vast wel... Houdbaar. Houdbaar, oké. Okay. En dan ga ik zelf nog heel even kijken, want zeker dat jullie nog wat dingetjes zijn gegeten. Rijst is al opengemaakt, pasta is ook al open, dit kunnen we niet gebruiken. Meel, waar staat bij jullie eigenlijk de douchegel en dat soort dingen? Dat heeft iedereen gewoon op zijn kamer staan. Kijk, ik vind hier nog wat shampoo, we hebben nog iets van shampoo, luxe producten. Ga jij even met je krukken naar boven? Dicht. Hebben we een dichte pindakaaspot? Een beetje afstoffen? Ja, die is nog dicht. Maar dat hebben we ook. Ik ga hier nog eventjes alle kasten leegtrekken. Maar we hebben in ieder geval wat fruit in blik, soep, chocola, kaas van nu, pindakaas. Ik ga nog even op zoek naar de shampoo en de douchegel en dat soort dingen. Is Gijs een beetje ijdel? Is die van de shampoo? Nou, hij heeft net weer vijf potjes shampoo, 3 potjes deo gekregen. Maar gel van zijn moeder, dus dat moet helemaal goed. Nou, dat moet helemaal goed gaan komen daar in de leiding. Mannen, ik ga hier nog even verder.